mevrouw Van der Plas. Ja, mijn tweede voorstel gaat erover dat ik straks een motie van wantrouwen zal indienen tegen de minister van Stikstof en Natuur. En ik wil daar graag al vandaag over stemmen. Okay. Omdat dat dan betekent een extra stemmoment, hebben we met elkaar ook afgesproken dat daar ook een meerderheid voor nodig is. Kijk even naar de collega's. Allereerst de heer Tjeerd de Groot. Ja, voorzitter, geen stem. We hebben nog niet eens een debat gehad. Dus gewoon dinsdag stemmen. De heer Boswijk, CDA. Ja, voorzitter, ik vind dat we onszelf ook serieus moeten nemen in deze Tweede Kamer. Er komt enorm veel op het boerenerf af en er is enorm veel onzekerheid. De mensen thuis hebben recht op een goed debat, inhoudelijk debat. Laten we dat eerst voeren. En ik vind het echt ook een motie van wantrouwen naar onszelf. Als we al beginnen met een motie van wantrouwen voordat we überhaupt de discussie hebben geopend. Dus geen steun. De heer Van Kampen. Ja, voorzitter, het moet toch niet gekker worden. Volgens mij legt het kabinet in dit parlement verantwoording af aan de volksvertegenwoordiging. Zijn we daar nog niet eens mee begonnen? En hebben de collega's nu al een motie van wantrouwen aangekondigd? Ik kijk er naar uit om met het kabinet het debat te voeren. Dus ik kan hier op dit moment natuurlijk geen steun voor geven. Dank u wel, de heer Klaver, GroenLinks. Ja, voorzitter, het zit misschien in de subtiliteit, maar een collega die aankondigt om te zeggen, hou rekening met stemmingen vanavond. Het is een spannend debat, zou ik altijd zeggen, dat begrijp ik. Maar als er al een motie van wantrouwen wordt aangekondigd, dan ben ik ook niet geneigd om vanavond te zeggen dat we moeten stemmen. Dan moet dat gewoon volgende week. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, staatsrechtelijk gezien is het een beetje een wonderlijke figuur. Het is inderdaad wat de collega's zeggen. Waarom ga je met elkaar in debat? Omdat je elkaars argumenten wilt horen. En dat kan leiden tot zo'n gebrek aan vertrouwen dat je tot een motie van wantrouwen komt. Maar om nu al aan te kondigen, een motie van wantrouwen, ik vind het echt te kort door de bocht. Deze weg moeten we niet ingaan. Dat verhardt en dat polariseert en dat is een kwalijk voorbeeld. Meneer Van Meijeren, Vorm voor Democratie. Nou, voorzitter, laten we niet doen alsof we nu voor het eerst met elkaar een stikstofdebat voeren. Er zijn alle redenen om de minister van Stikstof te wantrouwen. En als er een motie van wantrouwen wordt ingediend, dan lijkt het mij in ieders belang, ook in het belang van de minister zelf, dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Dus steunt het voorzitter. Verzoek, de heer Van Haga, groep Van Haga. Voorzitter, we zijn hier al jaren over bezig en we zien de apotheose hier vanavond. Het hele debat is denk ik toch een beetje een ritueel als we zien wat voor ongelofelijke blunders er zijn begaan. Ik had zelf ook een motie van wantrouwen aangekondigd, maar mevrouw Van der Plas is eerder. Dus ik teken graag de motie van mevrouw Van der Plas mee. En ik ben het helemaal met de heer Van Meijeren over eens dat natuurlijk ga je een minister dan niet nog een paar dagen in onzekerheid laten. Dus laten we er gewoon vanavond over stemmen. De heer Thijssen, PvdA. We moeten echt eerst debatteren met het kabinet en dan kijken of we moeten stemmen. Mevrouw Beckerman, SP. Ja, ik vind het wat ingewikkeld, want normaal zou ik eigenlijk zeggen, ja, als iemand vraagt om een stemming, dan steunen we dat. Tegelijkertijd zie ik ook nog niet zo goed waarom het per se nu moet en niet dinsdag kan. Dank u wel. Want dan zouden we gewoon dinsdag kunnen stemmen, ja, over. Ja, dus u steunt het niet, de heer Van Baarle van DENK. Ja, voorzitter, het staat mevrouw Van der Plas vrij om voor haar welke moverende reden dan ook een motie van wantrouwen in te dienen. Dat moet zij gewoon doen. Alleen, voorzitter, wij hechten er wel aan dat je dat doet als sluitstuk van het debat, als conclusie van het debat. Wat ons betreft hebben we ook geen bezwaar tegen dat als mevrouw Van der Plas die motie gaat indienen in tweede termijn, dat wij dan vanavond over stemmen. En dat we daar rekening mee houden dat er gestemd kan worden. Ja, geen wist, ChristenUnie. Ja, voorzitter, het is duidelijk wat collega Van der Plas gaat indienen. Ik denk dat minister Van der Wal de spanning tot dinsdag wel kan dragen. Dus geen steun om vandaag te stemmen. Dank u wel, mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, ik kan me helemaal aansluiten bij de lijn van de SP. Dus vandaag hoeft dat wat mij betreft niet, tenzij er nog iets in het debat verandert, maar nu op voorhand niet. Dank u wel. Uitkomst van dit punt van orde is dat wij volgende week dinsdag gaan stemmen over alle moties.